Het is 2 uur. Goedemiddag. Wij zijn wakker. Mijn stem is bijna helemaal weg, dus ik praat heel zachtjes. Wij zijn gisteren thuisgekomen voor mij rond 1:00 toen de zon op was, alles. Het was echt zo'n legendarisch leuke avond. Ze zijn er niet. Ze zijn er niet? Nee. Zijn ze buiten? Nee, ook niet. Huh? Ze zitten niet op hun kamer. Nee, ze zijn weg. Worden ze vanochtend al, dus die zijn denk ik al heel lang weg. Oh, oké. Okay. Nou, dat is fijn. Onze huisgenoten zijn er niet. Nee, nee, ieder voor de eigen. Oh, echt helemaal van. Tijd om op te staan. Ja, zal ik ze even bellen? Ja, doe maar. Er is zoiets geks hier in huis. Ik heb dus, ik ben mijn tasje kwijt waar mijn Diva Cup in zat. Echt gewoon, dit hele nou, goed. Anyway, ik heb hem overal gezocht, ik kan hem echt niet vinden. Jullie kennen wel het holographic tasje misschien uit mijn video over de cup. Waar de hel is het? Echt. It's gone. Nou ja, anyway, ik doe even dit jurkje aan. En dan gaan wij even lekker naar de mall. De jongens zijn al zelf eerder weggegaan, maar wij sliepen natuurlijk nog. Dus we gaan even naar de mall wat eten, want ik had een leuk etentje gevonden. En dan zien we wel wat we doen. We gaan pas vanavond weer naar het festival. Ik moet echt even rustig gaan met mijn stem. Ik weet niet meer, ik ga op slippers denk ik. Ik heb zulke blaren. Jongens, kijk even naar dit. Het is toch horror. Ik vind deze gaan nog wel een soort van. Even niet naar de zon kijken, maar die? Oh, ik heb die dan. Heftig. Ik ga nu op slippers, want... blisters. Wat? Ik heb me ook al opgemaakt. Mijn haar is best wel poefie hier in dit weer. Maar wij gaan nu dus een Uber pakken naar de mall waar ik wat, ja, een restaurantje gevonden. En dan gaan we even rondlopen. Yay. We zijn er bij de mall waar het eten is. En er is een Starbucks, helaas nog niet open. Anders hadden we hem ook kunnen kopen. Maar het is hip hier en druk. Ik wil alles. I want to eat. Nee, hij wordt verbouwd. Ze hebben het nu buiten gezet. Kijk of ze mok hebben. Let op, ze doen hier zeg maar toef. Een toefje melk. En dan doet hij die deksel erop. En dan komt er een toef uit. Let op. Kijk of het weer gebeurt. Doe alsjeblieft een deksel erop. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij pakken. Oké, bij iemand anders was het dus zeg maar moeilijk. En toen deed hij deksel erop. Kom maar. Zo netjes. We zijn binnen en oh! Oh, ze hebben Sephora! Hier werkt het nog wel. Wat? Ja. Sephora. Het is echt een mega mall. Je kan hier best lekker shoppen dus. Dit is echt Oostblok, jongen. Dan zeg je food court. Dit is een food court, joh. Zo, we zijn al door. Wat dat? Ja, heel veel niks, ja. We gingen al door een food court heen, maar dat is nog niet alles. Kijk dan. Oh, dit ziet er heel lekker uit allemaal. Oké. Wat gaan we eten? Ik ga even kijken wat ze hebben. Oh, ik heb die gevulde peper met kool. Nom nom nom. Nom nom nom. Je wil mijn carrots. Iemand comment net van wanneer gaan jullie een crane tattoo zetten? Wat een leuk idee. Super lachen. Maar even serieus, ik heb dus nu gegoogeld naar crane tattoos. Ten eerste is een crane een vogel. En toen zei vroeg het is construction crane. Oké, maar de enige tattoos die ik vind zijn van die hele ruige. En als ik zoek naar cute construction crane, dan vind ik, ja, een beetje, ik weet niet. Het is dan bijna niet, maar als iemand een schattige crane vindt, laat het weten. Dan lijkt me eigenlijk best wel leuk om te schatten. Weet je wat ik ook zou willen? Een alpaca met een space ding of zo. Jongens, Zara, pashokjes, shop nog. Let's go. Deze. Ik vind hem heel poofy en groot. Excuseer trouwens, ik heb geen BH aan vandaag, dus ik pas alles bralles. Nee, moi, nee. Eens in de zoveel tijd probeer ik weer zo'n jurkje. En dan denk ik altijd, waar probeer ik het überhaupt nog? Want het gaat hem gewoon nooit worden. Met zwart, het enige wat ik kan is zeg maar zoiets in het zwart. En dan spanks eronder, jasje eroverheen. Dan valt het niet zo op. Maar ja, nee, dit is gewoon, dit, nope. Ik vind dit echt zo'n gewaad, zeg maar. En ook met BH, zie je die BH hier zitten. Dus, nee. Je shirt, ja. Dit is namelijk mijn basic Zara shirt die ik altijd heb. Broek, nee. Altijd op zoek naar die eeuwige goede pantalon die ook comfy is. En dit is hem niet. Nope. Ik zweer het je, ik kan nooit slagen bij de Zara. Echt.
echt alleen al die, zeg maar, die basic shirtjes met de rest. Het staat me gewoon niet. Deze vind ik soort van leuk, alleen hij is net te kort. En ik hou hem kort, maar dit is type, als je dan iets wil pakken, dan, dan valt je beeld eruit, zeg maar. Dus nee, verder wel heel leuk, maar ietsje had echt net iets lang moeten zijn. Mooi jurkje, ik hou van dit soort dingen. Oei. Jammer. Oftewel, ik ga helemaal niks kopen. Ik denk dat ik zelfs niet basic shirt heb. En dan kom ik weer met, hetzelfde basic shirt thuis. Nee, dat ga ik wel doen. Ja, of nee. Oftewel, ik ga helemaal niks kopen. Ik kan zeer nooit slagen bij de Zara. Oké, Bershka, pas er maar. Ze hebben die ene, de Topshop broek, zeg maar. Ook in andere kleuren. Let's try. Oh nee, afschuwelijk. Oh, kijk hoe die ook zit. Nee, niks stopt de Topshop broek. Dit shirt had ik waarschijnlijk. Deze broek had leuk kunnen zijn, maar hij is te kort. Net te kort. Deze pantalon lijkt meer op een legging. Nope. Zo, mijn buik lijkt gewoon 10 keer zo groot in deze hier. Dit zit vreemd. Nee, dit jurkje kan zo grappig zijn, maar het voelt een beetje een pyjama. Nee. Oh my gosh, alles is in één hier. En waar gaan we mee naar huis? Een legging en sokken, want dat is wat ik nodig heb. Ik had niet verwacht dat mijn legging die ik mee had zo groot zou worden. Ik heb er 3 bij me en ik wil in de schone vliegen. Dus ik heb gemaakt deze legging en zwarte lange sokken, want ik heb maar 1 paar bij me. Heel slim. Ik heb hier een lekkere pure carrot juice. Yum, yum, yum. Ik heb een large en Foefje heeft een frothy tropical. En dit was samen 25. Dus. Ja. Wij zijn weer in ons appartement. Ja, we gaan naar het festival, maar we gaan even eten. We gaan niet te lang, want we zijn een beetje gaar. Dag 2 was echt heel heftig gisteren. Ik heb wel een mooie stem. Ja, echt prachtig. Hè? Ja. Gewoon een nachtegaal en stem. En ik ben net door de organisatie gebeld of ze me wilden interviewen. Mijn stem is echt verschrikkelijk. Je hebt gewoon een stem. Oké. Nee. Ja. En Daan en Niels die blijven hier. Want Daan die heeft een klein ongeluk gehad gisteren. Dus die blijft hier. En wij willen eigenlijk ook niet tot heel laat blijven. Ik kan ook niet volhouden. Ik zou nu ook... Ik kan... Zij vooral op de camping sliepen nu. Ja, oh. Dan was ik aan het slapen. We hebben gisteravond zo hard. Het was echt... Zo leuk ook met Yuki. Ja. Het was super leuk. Het was echt een van de meest memorabele festivaldagen ooit. Ja. Dus ja, we gaan er nu heen. Yes, so much. Yeah. So much happened. Oké, let's go. Oké, outfit of the day. Nasty boots. En we zitten in Bieber. Yes. De natuur hier is echt belachelijk. Het is best wel adembenemend mooi overal. Ze heeft het foto's te maken en elke foto is gewoon mooi. Deze is echt. Voor het festival, maar het is gewoon. Ja, kijk of je. Ja, die zon staat gewoon. Ja, het is zo schitterend. En we rijden door de cornfield. En je ziet gewoon allemaal corn zitten. Het is geweldig. Zo'n corn wordt er leven. Ik ook. Oh. Hoe leuk is het met een camper ook? Hoe graag wil je door die cornfield? Ik wil hier echt mega graag. Ik wil nu uit die auto en door de cornfield rennen. Ik had dus op Twitter gevraagd wat helpt tegen dit, zeg maar. Toen hadden meerdere mensen gezegd, rit je in een flesje water en bubbelen. En dit voelt zo lekker hier op. Zo vies. Ik klonk 1 seconde normaal erop. Kijk. Oh. Gek hè? Oh, daar ga ik weer. Oh. Blijf blazen jij. Voor 10 minuten heb ik mijn interview. Blijf blazen. Dit voelt zo lekker. Nou. Foefje wordt er geïnterviewd. Kijk wat een mega achtergrond. We kunnen er alleen echt niks van verstaan, helaas. Maar ze is wel mooi. Oké, we gaan eten. Even eten. Ja, eten. Oké,
Oké, we gaan eten. Ik ben echt een klein beetje verliefd gewoon op Roemenië. Ik vind het zo mooi hier. Iedereen is zo intens lief hier. Ik moet hier terugkomen. Op een gewone, zeg maar, gewone reis, doorreis of zo. Dit. Superleuk. Holy shit. Kijk. Hij probeert hem eruit te trekken. Dat lukt niet. Hij zit vast. Volgens mij is dat de wc schoonmaken, denk ik. Ah. Maar kijk, die, hij zit vast en hij trekt hem. 3, 2, 1. Maar moeten ze er niet dingetjes onder leggen? Van die papiertjes? Dat denk ik wel. Nou, van die driehoekjes bedoel je. Ah, gossie. Oké, ik heb dit als eten. Dit is vegetarische balletjes, rijst. En dit, ik weet niet wat het is, maar ik zag iedereen dit bestellen in de vlog. Dus zei ze, ja, het is Roemenië. En het is geen vlees of zo, het is gewoon een groente. Dacht, ik wil het. En dan chili saus moet hierbij. Oh mijn god, jongens. Dit is zo hemels. Jullie zijn vast ook net zo benieuwd naar dit ding als dat ik ben. Het is koud. Ik ga het er even uitlepelen of zo. I guess. Ik denk dat het zo cool. Oh, het is schuur. Oh, lekker. Dit is lekker. Oh, het is kool en een paprika. Het is een soort pickled paprika met kool. Ik wil dit leren maken. De lichtjes staan weer aan. Zijn dit overal feestjes? Overal. Dit durf ik dus echt niet. Sorry, maar ik heb te veel filmpjes gezien hierover. Maar dit kun je hier dus ook doen als je durft. Oh nee. Nee. De tekst van vandaag is I'm only happy when it rains. Dit gaat zo in tegen mijn principes. Nee. Oh, kijk hoe mooi daarnaast, hé. Oh. Maar nee, ik ben van suiker. Kan je nagaan? Ik ben van suiker gemaakt en ik ben op dit festival. Want het is zo kicken. Maar het heeft nog niet geregend vandaag. Buis. Is dit zo'n buis waar ze ook wasmachines en zo? ASMR. Oh, ik zie live hoe ze hem veranderen. Moet je kijken. I'm only happy when it's come. Nou, denk je? Kijk hoe ze dat doen. Super grappig. Nee, dat past toch niet? Wacht. Complicated. Ja, dat moet hem zijn. Oké, wij gaan weer terug. Het wordt niet een hele late avond. Nee, we hebben gisteren wel slaap genoeg. Het is echt, we zijn helemaal gaar van gisteren. Maar het was wel leuk om gewoon nu weer te gaan. En even een beetje te wandelen, een beetje te eten. Ik was ook niet per se een artiest vandaag. Heerlijk gegeten. Ja, het was niet per se een artiest die we wilden zien. Moeder Masa komt zo, maar die hadden we ook al bij Mel gezien de afgelopen week. Dus lekker chill. Yes. We zijn nu net buiten het festival, daar heb je dus ook steentjes. Maar daar heb je dus lango's. En dat heb je binnen dus helaas. Of althans, ik heb het binnen niet gevonden. Dit heb ik ook nog. Oh, die deeg ik. Nee, hoef niet. Nee. Maar lango's, please. En er is geen rij voor de bus nu, dus volgens mij hier. Oh, waar heb ik aan de lango's stand niet vinden? Ik denk dat die misschien maar één dag was. Nee, ik zie hem ook niet, schat. I need it. Oké, wij zijn bij een supermarkt. We zijn naar het centrum gegaan met de bus. En dan gaan we even boodschapjes doen. Ja, oké, ik heb een mandje vol met brood, pindakaas, jam, bananen, sapjes. We hebben een gewonde die thuis aan het rusten is. Dus gewoon food. Gewoon normaal eten, niet van het tankstation, zeg maar. Kijk wat voor je het vindt, die Unicorn Food Loops. Oké, die gaan ook mee. Oké, wij zijn weer thuis. De mannen slapen. We hebben alles op de koelkast gezet en zo. We gaan nu ook slapen. Het is niet zo laat. Het is 1 uur, maar eigenlijk zouden we dan nu feesten, maar nee. Oké, ga slapen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei.